We zijn nog steeds in de Furbank Gym. Die gaan we heel even uitzetten. En het is tijd om te kijken wat we op dit moment kunnen doen. Oh, we worden meteen weer lastiggevallen. Ik weet wel dat er één stukje in deze game zit waar ik wel de speeder button ga gebruiken. En dat is zometeen bij de movie studios. Want dat is zo'n onzin. Dat is echt wat deze game nog slechter maakt dan dat die. Nee, het is gewoon een vette game op zich hoor. Alleen graphics zijn niet heel goed en hey, het regent. En dit PokerStars Studio gebeuren, dat is echt zo'n onzin. Zijn wij geheeld? Dat is de grote vraag. Nee, we zijn niet geheeld. Laten we dat eerst even doen. We hebben gelukkig op het moment nog 0 deaths. Laten we dat alsjeblieft tot de volgende gym zo houden. I see. That's promising. Oh ja, dit is het stukje wat ik ga versnellen. Want dit is echt zo'n onzin. Oké. Mag ik hier al weg? Ik denk dat ik hier al weg mag, toch? We gaan het zien of we hier al weg mogen. Oké, dan zijn we nu weer klaar met versnellen. Burbank City. We zijn in Burbank City. Dat is zo cool. Het regent hier. Dat is iets minder cool. Ja, kijk. Oh, we moeten tegen Team Plasma vechten. Oké. Ja, ik denk wel dat ik je kan bieten. Mijn Pignite en mijn Growlithe of Growlithe, die gaan jou helemaal kapot maken. Een Patrat. Oh, dat is handig dat we Arm Thrust hebben. Dat is fucking nice. Oké. Ik ben zeer tevreden over Arm Thrust. Oh ja, dan moet je ze nog volgen. Krijg HM1, kut. Moeten we dat gebruiken? Dat zou ik echt heel naar vinden als we dat moeten gebruiken. Misschien dat ik heel eventjes een makkelijke Pokémon vang om die HM te geven. Want hier staat hij als het goed is. Kijk. Ja, nu moeten we nog een keer vechten. Hey, die Pokéball daar beneden hebben we niet gepakt. Dat moeten we nog wel even doen. Misschien zit daar wel een heel interessant itempje in. Dat weten we natuurlijk niet. Kijk, deze Pokémon's worden nu zo chill om te verslaan met Arm Thrust. Oh, het regent hier nu. Waar ik het volgens mij een stream geleden. Dat is 2 afleveringen als je het op YouTube kijkt geleden. Over had dat als die regent, dan doen je vuuraanvallen helemaal niks. Maar gelukkig hebben we nu een fight aanval waardoor we deze bitches snel kunnen verslaan. Oké. Dan gaan we weer terug naar Furbank. Kunnen we nou al met de boot eigenlijk of niet? Of moeten we nou nog meer doen? Ah, hier staat Kees dus. En daar kunnen we de XP share ophalen, dus dat is super chill. En als we de XP share hebben, dan kunnen we weer vooruit. Ik weet niet of we meteen de gym moeten gaan verslaan. Is het? En volgens mij is het. Oh, het is of een bug gym of een elektrische gym. Een van de twee. Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Ik hoop een bug gym, want die zijn wat makkelijker om voor me te verslaan. We zijn in ieder geval in Castalia City. Dan pak ik heel eventjes Serebi erbij en dan gaan we naar Castalia City. Volgens mij kan je. Ja, er is wel een plek waar je Pokémon kan vangen hier, maar sowieso geen vuur Pokémon. Allemaal trainers. Oh, hier kan je. Oh ja, er is wel een klein stukje. Oh, daar kan je Eevee vangen. We kunnen voor Eevee gaan. Ik weet niet of je makkelijk aan Firestones kan komen, want ik heb natuurlijk al Firestones nodig. Maar de bike nu al? Very nice, very nice. Alleen, volgens mij kan ik nog niet zomaar naar die Eevee komen. Volgens mij moet ik dan via de sewers. Dus dat is er nu nog niet. Dat nice, want hey, we krijgen hem meteen. Ik hoef niet eens tegen iemand te praten. Kijk, daar houden we van. Volgens mij mogen we de sewers nog niet in. Volgens mij moeten we eerst hier naar boven. Wat gaat deze man zeggen? Bird might in trouble and he took off. You can go.
Ah, kijk, ik moest die wel hier. Daar heb je Iris. Keep following the street, goes around Castelia City. It's right there, oké. Okay. Ja, moeten we eerst de sewers doen. En misschien dat we in de sewers wel een vuurpokémon kunnen vangen. Ja, jongen Iris, schiet alsjeblieft. Of moeten we nog niet de sewers in, wel toch? Volgens mij wel. Ja, ja, hier zijn de sewers. Oké, okay, dan gaan we even kijken. Of, nou, een firelock heb ik ook nog nooit... Of een monotype lock heb ik eigenlijk ook nog nooit gedaan. Dat ben ik nu aan het doen. Ik ben een firelock aan het doen, zoals je ziet. En gelukkig heb ik dan 3 levens per Pokémon. Anders is het ook niet te doen, hoor. Oh, nu loop ik met hem samen. Dat is echt kut. Oké. Okay. En we kunnen wel rennen, gelukkig. Oeh, een wilde Pokémon. Een Grammer. Oeh, kijk hoe hoog die levels zijn. Ben ik nou meteen de goede kant op gelopen? Dat is ook nieuw. Oké, okay, we gaan vechten. Okay. Please, ben niet te moeilijk. En al, ik hoop dat die Duelt ook een beetje wat schade gaat doen. Kijk, Scraggy en Sandile. Dat is, Sandile is op zich wel lastig, maar... Is Sandile al dark? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar Scraggy wel, dus die kan ik gewoon fight aanvallen. Als het goed is, het dan super effectief. Oh, hij heeft Razor Shell natuurlijk. Dood? Nice, die Duelt is echt nice. Oké, okay, thanks Duelt. Ah, 3 hits. Dat is zonde. Oeh, headbutt. Nou, tackelen we hem, hè. Lekker. Oké. Okay. Ja, vluchten jullie maar. Dan ga ik die Pokéball pakken. Een hele... Oh, dat... Oh, dit is de gymleader, Burke. Lol, ik moest hier naartoe. Weet je nog dat wij helemaal door de sewers waren gegaan omdat we niet wisten waar we naartoe moesten? Dat ga ik nog wel doen, want er is hier als het goed is in de buurt een Eevee te vangen. Oh, Getsus. Dat is toch Getsus? Of is nee, de Chorus is dit. Chorus. Oké, okay, dus hier moesten we dus waarschijnlijk heen. Twisted Spoon. Als ik een psychische Pokémon had, zou dat heel nice zijn. Relic Passage. Oeh, Pokéball. Een Escape Rope, oké. Okay. Huh? Een X-Special Defense? Dat is nog nooit gebeurd bij mij. Oh, maar dit is een physical aanval, dus. Burn? Nee, natuurlijk geen burn. Zag je die Pro Strat? Dat die gewoon een X-Special Defense deed. Oeh, dat deed veel damage. Oh, dat is een crit. Ze zijn wel hoog level, die wilde Pokémon's hier, hoor. Dat vertrouw ik echt niet. Zullen we dat vrouwke verslaan? Oké, okay, laten we dat vrouwke verslaan. Ik hoop dat ik daar geen spijt van krijg. Heb alsjeblieft een Pokémon waar ik een super effective aanval op heb. Hey, nice. Ik word op mijn wenken bediend. Ook al een... What the fuck? Een X-Defend. Dat is best wel ongunstig. Aangezien ik zie ik Flame Charge doe. Ah, oh, dat is kut. Oh, had ik nou maar Amber gedaan. Oké, okay, ik hoop dat we het... Ah, hij miste. Oké, okay, dat is heel nice. Ik heb alleen gewoon echt hele slechte aanvallen. Oh, clutch burn. Very nice. Eerst even healen en terug de sewers in. Lol, Sander. Volgens mij zijn wij daar een keertje dood gegaan in de... What the fuck? Geonet. Ja, weet ik. Oké. Okay. Wat was ik nou aan het vertellen? Oh ja, volgens mij zijn wij een keer dood gegaan, Sander, in de cage lock daar. Terwijl het helemaal niet nodig was. Je hoefde dus blijkbaar alleen maar naar boven te lopen en dan was je klaar. Ik ben wel heel erg blij met die fiets trouwens. Moet heel even kijken hoe ik ook weer op dat stukje kom daarboven, weet je wel. Waar je die boom hebt waar je Pokémon's kan vangen. Ik weet trouwens niet het percentage daar. Maar we gaan voor die 5% Eevee, want we hebben gewoon Pokémon's nodig. Oké, okay, is dat hier al? Dat zou super chill... Op de trap een Pokémon. Oké, okay, dat had ik niet verwacht.
Het waren ook wielen, want ik zat op de fiets. ik zat op de fiets, Ninja. Ah, oh, ik heb het al gevonden. Nice. Oké, dit is super chill. Miracle Seed, ja, daar hebben we dan helaas niet zo heel veel aan. Maar hier kunnen we wel op zoek naar een Eevee. Leuk die Pokémons. Komen er nog Pokémons? Of wat is dit? Als je ze wil, hè? Als je ze nodig hebt. Weer een enkele. Nice. Dat zijn de Pokémons die ik heb. En ze hebben allebei 3 levens. Hey, meteen een Eevee bij de Double Battle. Very nice. Level 19. Die zijn gewoon hoog. Die zijn gewoon net zo hoog als mijn Pokémon. Flameweal. Ja, dat doen we zeker. Dat doen we zeker. Zo. Oeh, een crit. Oh, ik was bijna dood. Laten we vooral een potion geven aan Minty. En laten we vooral een pokeball gooien. Een greatball gooien. Eve. Huh? It's impossible to aim without being focused? Oké, wacht. We gaan het anders doen. Huh? Maar dan kan ik helemaal niet een aanval kiezen met Growlithe. Dat is een rare mechanic. Dan heb ik echt geluk dat ik niet dood ben. Oh lol, dat is echt heftig. Dat is raar gemaakt in deze game. Trouwens, Simon kan nu ook gewoon doodgaan. Wauw, dit was zo lelijk gegaan door de mechanic van deze game. Hè. Dat vind ik echt heel heftig. Dat vind ik echt heel heftig. Dat had ik echt niet verwacht. What the fuck. Door de mechanic van deze game. Ik ben echt salty nou. Je kan dus niet... Je kan maar één Pokéball gooien en dan kan je verder niks meer doen. Terwijl je gewoon 2 turns hebt. Dat is zo raar. Ja, Eevee heeft echt een fucking hoge catch rate. Ja, hij is gewoon level 19 een wilde Pokémon, hè. Wauw, niet eens één schutje. Deze mechanics zijn echt heel raar. Blijven doen. Als hij nou iets van leer doet of zo. Of, nee, geen leer trouwens. Ik denk dat ik ga runnen en dat ik zo meteen terugkom. Want dit is niet oké. Okay. En dan kan ik best super potions kopen. Als ik nu niet kan runnen, ben ik echt genaaid. Oké. Okay. What the fuck gebeurde hier, jongens? Oh, wacht. Jawel, ik loop wel goed. Oké, okay, ik ben een beetje salty, maar dat is niet erg. We gaan gewoon nog een keer voor de Eevee. Dat is geen probleem. Oké, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Ik kan dan beter trouwens het enkele paadje pakken, denk ik, of niet? Laten we de Eevee vinden en dan maken we hem helemaal af. Oké, we maken hem niet helemaal af. Dit is wel een Eevee. Level 18. Oh, dit is ook nog even... Oh, attack fell. Dat is niet erg, want dan kan ik nog een keer flame charge doen. Wauw. Dit is gewoon weer echt niet te geloven, echt. Nou ja, wordt wel een leuke YouTube video op deze manier. Ja, maar zijn content is alles met ananas doen. Dat is een beetje jammer. Oké, let's go. Yo, Minty is er ook nog. Oké, gaan we deze bitch nou een keer... Holy fans. Gaan we deze bitch nou een keer vangen?
Do Growl. Oh, Sand Attack. Oh, dat is niet zo erg. Raak wel nu, want anders zou het echt... Oké, Growl. Oké. Dat is niet erg. Raak. Nog één. En niet weer een crit. En dan word ik echt heel boos. Dan word ik echt heel boos. Oké. Oké, okay, growlt nog een keer. Dat is prima. Gaat alleen maar attack van omlaag. Kom op. What? What the fuck, man? Het is maar gewoon een Eevee van level 19. Doe normaal. Ik ben denk ik min 6 accuracy nou. Nee, we gaan hem niet belonen, Simon. See, ik heb hem! Yeah. Insert filmpje van Lange Frans met ik heb hem! Ik ben blij dat we hem hebben, maar wat heeft dit een paar jaar van mijn leven gekost? Het is niet eens voor een shiny. Oké, healen en dan gaan we de gym verslaan. Oh, wacht, maar we moeten natuurlijk één ding niet vergeten. Wajo, deze ziet er wel vet uit. En het is een bug gym, wat echt wel positief is. Ik heb trouwens je Frikandel Ananas video gekeken. Of je frikadel Hawaii. En inderdaad, het is wel goed dat je er ook kaas en ham in doet. Dus respect daarvoor. Kijk, hier houden we van. Dit zijn tenminste Pokémon die we kunnen verslangen. Beetje slecht. Nee, het gaat hartstikke goed. Alleen de Pokémon of de level spike is opeens heel erg groot. Dus dit komt precies op het juiste moment, level 20. Dat het allemaal bug-Pokémon zijn. Maar de manier waarop mijn Growlithe ook weer een leven kwijtraakte, dat was weer zo'n onzin door een mechanic die ik niet eens wist dat het zo werkte trouwens. Dat was echt, echt kut. Ja, maar overlevelen is voor pussies. Weet je waarom dit een goede game is? Omdat de Denny niet in deze game zit. Weet je dat als mijn Pignite volledig HP heeft, heeft hij 69 HP. Oh yeah, Minty. Flame Church. Dat is hetzelfde. Qua geestelijk niveau is dat hetzelfde. Wist jij dat er meer volwassenen Pokémon spelen dan niet volwassenen? Komt omdat iedereen die Pokémon heeft gespeeld zeg maar meegroeit. En er heel weinig nieuwe generatie mensen Pokémon spelen zeg maar. Omdat ze er niet echt mee opgegroeid zijn, snap je? Ja, maar Pokémon Go is geen Pokémon. Er staat Pokémon op, maar dat is het dan ook. De Insect Badge. Very nice. Mochten jullie dit op YouTube hebben gekeken, bedankt voor het kijken van deze video. Vond je het een leuke video? Doe een duimpje omhoog en zie ik jullie heel graag de volgende video weer. Adios, amigos.